welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Get Ready With Me. Ik heb vanavond een verjaardag van een van mijn beste vriendinnen, Naima. We gaan uit eten, we gaan daarna iets drinken. Dus ik dacht, ik ga me gewoon gelijk klaarmaken hier op beeld. Mijn andere Get Ready With Me voor een bruiloft was best goed ontvangen. Veel mensen vonden het leuk om te zien hoe ik mij klaarmaak voor een feest. Dus nou heb ik weer een ander soort feest. Dat wordt ook weer een ander soort look. Dus ik ga weer vandaag laten zien hoe ik me helemaal opmaak. Dus ja, superleuk denk ik om weer dit allemaal zo te zien. En misschien om het ook na te doen. Dus ja, daarvoor maak ik mijn video's. Ojo, wat ben ik allemaal aan het brabbelen, man. Mijn haar zit vandaag niet echt heel erg goed. Ik moet het wassen, maar ik heb geen zin vandaag. Dus ja, it is what it is. Ik ga vandaag voor een beetje een soft, pink, pastel, glitter make-up look. Als ik het zo kan beschrijven. Ik kan nooit mijn make-up looks beschrijven. Dus ja, en we gaan voor een full beat face. Dus we gaan weer voor een leuke, heftige, full beat make-up, plamuur gezicht make-up look. Wow, ik ben echt aan het brabbelen vandaag. Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Ik weet niet wat er is met mij, maar oké. Maar in ieder geval, laten we gewoon gaan beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we van start met de make-up look. Mijn lippen zijn een beetje droog, dus even een balmpje. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is een crème en mijn wenkbrauwen. Oké, ik was van plan om eerst te beginnen met mijn gezicht, omdat ik de ogen toch wel een beetje soft hou. Maar ik ga in met glitter, dus ik ga denk ik toch eerst beginnen met mijn ogen. Dus we gaan even inzoomen. Ik ga mijn ogen primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. En dit breng ik aan over mijn hele ooglid, helemaal tot aan mijn wenkbrauwen, zodat de oogschaduw beter blijft zitten op mijn ogen. En ik breng het zo hier ook goed aan in de hoek, want hier wordt het altijd een beetje donker. En dan breng ik ook een beetje poeder erop aan. Nou, dan gaan we beginnen met de fun stuff. Het oogschaduwpaletje die ik ga gebruiken is mijn Jouer 10 Lines oogschaduwpaletje. Super, super fijn oogschaduwpaletje. Met hele mooie, beetje pastel, zomerachtige kleuren. Het is nou geen zomer meer, maar ik vind de kleuren nog hartstikke mooi. En ik ga vooral deze kleuren hier gebruiken om een beetje een zachte pastel look te maken. Maar met nog wel een beetje glitter om het een beetje extra te spicen. Ik ga in met de grootste kwast in mijn Sarah Marie kwasten set. En ik begin eerst met de lichte pastel oranje kleur. Die heet Beachaholic. Is een matte kleur. En die breng ik zo een beetje aan over mijn hele arcadeboog en best wel hoog. Mensen, ik ga het anders doen. Ik ga deze twee kleuren met elkaar mixen. Dus Beachaholic en Heatwave. Die is meer roze. Dan breng ik die allebei aan zo in mijn arcadeboog. En dan ook zo een beetje hier in de hoek. Zo, kijk, gewoon echt heel erg soft. Dan pak ik weer mijn MAC Soft Ochre. En dan wil ik een soort van een hele soft cut crease maken. Niet echt een hele strakke, maar ik wil het gewoon hier een beetje opruimen. Dus dat ga ik een heel klein beetje doen, zodat daar een andere kleur kan komen. Dan pak ik hier de prachtige glanzende kleur. Die heet Short Thing en deze is echt super mooi. Kijk. En met mijn vinger ga ik die dan zo aanbrengen op mijn hele ooglid. Op die cut crease. Dan pak ik de bruine matte kleur. Die heet Driftwood. En met een hele kleine fluffy kwast breng ik die echt maar een heel klein beetje aan. Hier zo in de hoeken. Om het een beetje diepte te geven. Kijk hoe mooi. Gewoon zo mooi en heel soft. I like it. Zo, nou heb ik een beetje zo'n soft pastelachtige look. Nou heb ik hier van die random roze glitters. Ik weet niet waar ik ze vandaan heb. Ze zijn hier gewoon in mijn la. En die ga ik dan nog een heel klein beetje aanbrengen erop. Maar echt maar een heel klein beetje. Gewoon voor een extra beetje sparkle. Ik gebruik mijn Ethos Glitter Primer. En dan breng ik een heel klein beetje van die primer aan over mijn hele ooglid. Echt maar een heel klein beetje. Want ik ga ook niet echt heel veel glitter aanbrengen. Dus ja. Ik gebruik mijn kleine fluffy kwast hiervoor. En niet die andere. En dan ga ik er zo een heel klein beetje in. En dan heb ik maar een heel klein beetje. En dit dep ik er dan gewoon zo op. Nothing too crazy. Kijk, en dat is dan mooi als je dan zo praat op straat. La 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 la, ik ben nou aan het praten, bla bla. Dan gaat je oog helemaal zo glinster. En ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Dit is wel genoeg glitter. Zo, dan even de glitters van mijn gezicht afhalen die een beetje zijn gevallen. Oh, wat doe ik nou? Er zaten glitters op mijn handen. Nou is mijn hele gezicht weer onder glitter.
Zo, omdat de look echt wel soft is, wil ik een bruine eyeliner gebruiken in plaats van zwart. En ik heb hier de Benefit Eyeliner Pen in de bruine kleur. En dan ga ik een hele lichte wing maken. Maar echt super dun. Als mascara gebruik ik mijn Scandalous Lashes Mascara van Be Creative Makeup. Dan gaan we even een hoopje mascara aanbrengen. Ik heb een hele soft look, maar ik wil wel hele heftige wimpers. En ik ga wimpers opdoen van de Pri in samenwerking met Baby Doll. En dit is de Style 730. Deze ga ik even knippen en opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Het ging een klein beetje mis. Ik heb andere gebruikt. Dit is de Style 723. Deze zijn iets meer naturel. Die andere waren echt heftig. En ik ben best wel upset. Want ik had ze verkeerd geknipt. Ik heb ze te veel geknipt. Waardoor ik ze heb moeten weggooien. Want ik kon ze niet meer opdoen. Dus ik ben er nou upset over. Maar goed, ik heb nou gewoon andere opgedaan. Deze zijn iets meer naturel. Eeuw, ja. Whatever, we just have to go with the flow, hè? Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met mijn By Kelsha primer. Als foundation gebruik ik mijn Juvia's A Place I Am Magic Foundation. Ik gebruik nu de kleur 620 vers. In mijn andere video gebruikte ik 610, maar ik vond hem toch iets te licht. Dus ik ga nu 620 proberen. Dit is dus echt een volledig dekkende foundation. Ik ga echt voor een full beat qua huidmake-up. Ja, mensen, ik vind 620 toch iets beter. Die is iets meer donker. Dan ga ik ook mijn gezicht cream contouren en concealer. Ik gebruik hiervoor twee concealers van Revolution. Ik heb hier de kleur C6, die ga ik gebruiken als concealer. En ik heb de kleur C14 en hiermee ga ik cream contouren. Ik begin eerst met de cream contour. Daar ben ik een heel klein beetje van aan. Nothing too much hier bij mijn jukbeenderen. En bij mijn voorhoofd. En dan C6 gebruik ik gewoon zo onder mijn ogen als een normale concealer. Het is nu 11 uur in de ochtend. Mijn make-up moet erop blijven tot laat in de avond. Dus ik breng een beetje veel aan. Dus zodat het gewoon een beetje lang goed gaat blijven. En ik blend alles uit met mijn beauty blender. Ik begin eerst met de contour. Dan gebruik ik mijn Biotuline poeder om mee te poederen. Mijn NYX contour palet om mijn gezicht mee te poedercontouren en ik gebruik deze kleur. En dan nog mijn Essence Banana poeder die helemaal kapot is. En daarmee ga ik nog in zo met mijn spons. En die breng ik dan ook onder mijn ogen aan om het nog extra te verlichten daar. Dan even wat MAC Fix Plus sprayen om wat hydratatie terug te brengen in mijn gezicht. Want die is er nou helemaal uit. Oké, dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik ga basically alle drie de matte kleuren die ik heb gebruikt mixen. Dat is dus deze, deze en deze. En breng ik allemaal aan onder mijn ogen. Op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik mijn Benefit Eye Bright Pencil. Dit is een nude oogpotloodje. En die breng ik dan aan in mijn onderste waterlijn om mijn ogen iets meer open te maken. Kijk wat voor een verschil dat maakt. Hier is het nou helemaal zo open en wakker. En hier is het gewoon saai, whatever. En dan pak ik weer de mascara die ik net ook heb gebruikt voor de onderste wimpers. Dit is echt een van de heftigste mascara's die ik heb. Echt super veel volume. Als je daarvan houdt, dan is dit echt de mascara voor jou. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn Benefit Hoola bronzer. Als blush heb ik hier een hele mooie roze van Catrice in de kleur 40. Dit is gewoon een mooie matte blush waarop staat Run the World. En als highlighter gebruik ik mijn MAC Soft and Gentle. Mensen, ik moest heel even mijn nep wimper opnieuw opplakken.
Hij is nog even aan het drogen. Dus je ziet hier nog een heel klein beetje wit. Maar dan weet je hoe dat komt. Ik ga nou verder met mijn lippen. Als lippotloodje gebruik ik eentje van MAC Rose. Als lipstick gebruik ik mijn Kiko Velvet Matte Lipstick in de kleur 327. En als gloss gebruik ik mijn NYX Butter Gloss in de kleur Fortune Cookie. Zo, en dan is de look klaar. Nog een beetje fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe X Jeffree Star Spray en dan is het klaar. Oeh, nou de look is helemaal af. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Toen ik de look aan het maken was en dan met name de ogen. Ik wist niet heel goed wat ik nou aan het doen was. Ik wist dat ik een beetje wilde gaan voor een beetje een soft look. Maar ik wist niet precies wat ik nou allemaal deed. Maar uiteindelijk is het toch een hele mooie glanzende glittery soft look geworden. Met wel echt een full beat gezichtsmake-up. Die als het goed is best wel lang blijft zitten. Ik hoop dat iedereen de look weer mooi vond. Ik ga ook laten zien wat ik aan ga doen. Maar dit was het dan voor de make-up gedeelte. En ik hoop dat iedereen het een leuke, makkelijke look vindt. Het is op zich een best wel makkelijke look. Nou, vond je de video weer leuk? Vergeet dan zoals altijd niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!